Zo, en daar zijn we weer, vrienden. Het is alweer voor de laatste keer. Oh. Ach, verdikke me. We hebben er wel van genoten. Gijs, Staverman, ook. Ja, jij vond er ook van genoten. Wat zeg je? Hallo. Ja. Gijs staat in de Linda deze week, geloof ik. Of is het volgende week? Hij wilde graag met Linda, maar ze staat er niet in. Nee. Vernedering voor je. Wat dat betreft hebben ze het goed uitgekozen. Zijn er een nieuwe show? Ja. Ja. Is de 80's Achtdaagse. Nou, hier zijn we weer, hoor. Er is maar één. Ja. Verdikke met mensen. Maar een vriend van mij die is boer. En die denkt, nou, die moet ik een beetje uitbreiden. Want ik heb maar 15 koeien en ik wil er graag wat meer. Dus wat doe je dan? Dan huur je een stier. Want die had hij niet. Dus die moest hij huren. Dus hij haalt voor 1500 euro, laat hij die stier aandrukken. En die Katrina, dat was nou de meest vruchtbare koe, die ziet die stier aankomen en die gaat meteen zitten. Verdikke me, dan kan ze toch niet. Zo werd het niet. Kan ze niet genomen worden. Ja, dus die stier gaat weer de vrachtwagen in. Wat is niet gelukt. En dan de volgende dag is het prijs natuurlijk. Volgende dag weer hetzelfde. Elke keer is die stierdraam, gaat die koe zitten. Wat verdikke me, die boer die wordt natuurlijk pissed off. En die ziet dan een fietser en die stopt. En die ziet dat hele tafereeltje. En die zegt, komt die koe, komt die toevallig uit Zuid-Holland? Hij zegt, ja, dat klopt. En daar komt mijn vrouw ook vandaan. Altijd gezellig.